wat betreft mijn nieuwe boek, ik zou dan, wat ik vaak dan begin, ik denk, je moet heel dicht bij het kind beginnen. Dus heel erg met, gewoon met een vraag of iets van, hoe zit dat bij jou? Dus ik zou dan beginnen met, heb jij wel eens dat je ouders je niet begrijpen? Ja, nog steeds wel. Ja, denk ik. Ja, toch? Ja. Ik weet het. Of dat jij je ouders echt niet begrijpt. Ja, ook dat nog wel, ja. Nou, dat heeft Ravi dus ook. Ravi is een jongen van 12 en die heeft een zweefboord. En hij woont in een grote moderne stad op een eiland. En hij houdt ontzettend veel van elektrische gitaarspelen. Maar zijn ouders die hebben echt helemaal niks met muziek, helemaal niks. Dus als de gouverneur van dat eiland op een gegeven moment een muziekverbod afkondigt voor het hele eiland, dan zeggen zijn ouders alleen maar, oh, nou, fijn, hè, dat wordt tijd. En bij Ravi breekt een soort paniek uit. En hij ontdekt nog meer rare dingen van zijn ouders. Want op een gegeven moment ziet hij dat 's nachts dat er een blauw licht uit hun oren schijnt. En dat ze slapen met hun ogen open. Maar hij merkt dat hij niet de enige is die dat heeft ontdekt. Want blijkt, hun ouders zijn robots. Vandaar dat ze elkaar misschien niet helemaal begrepen. Samen met een paar andere kinderen, op een geheime plek beginnen ze een bandje. Want ze ontdekken dat zij iets hebben wat de robots niet hebben. Zij hebben namelijk muziek. Zij kunnen muziek maken. En met die muziek beginnen ze eigenlijk een soort verzet en proberen ze de hele stad, alle kinderen, te waarschuwen voor het complot van de robots, zeg maar. Die liedjes die zijn ook echt gemaakt, want het komt ook uit als luisterboek. En liedjes komen ook gewoon op Spotify. Dus die zou je ook gewoon in de klas kunnen laten horen.